So there are not many booths where the artist himself is here. No, that's very true. It's an antiques fair, and most of the artists died probably hundreds of years ago. But I'm very fortunate to be here. This tremendous show. It's my first visit, and I'm overwhelmed by the wonderful objects on display. Did you have the time to see quite a lot? Yeah, I've started to look around. I've made a start. I've spent an hour this morning and really enjoyed what I've seen. Yeah. But now I'm here with my new work. Is it also the first time that pieces of you are here? No, I think they've been shown for the past 2 or 3 years, but this is my first visit here. And it's good to be able to come and talk about the work, because I use very new technology, so it could seem out of place at an exhibition like this. But I use historical objects as the starting point of my design, so there is a link, there is a story to be told, so there's a link to a lot of the other objects in this exhibition. So for instance, this piece, is based what on material? This is actually nylon, and it's been 3D printed. But to start the story, my background is that I made pots. I made ceramics for 20 years, but I always had an interest in new technology, digital technology. And I took a 2 years out to do some research at the Royal College of Art in London, where I wanted to try and bring these two worlds, the world of ceramics and the world of new technology, 3D printing, together. And this is one of the results, where it's based on the historical object. But what I've done here is used, as you can probably see if I turn this round, I've used the QR code as the start of this design. And how you cut it? It's printed. So it's I designed this on the computer. Yeah. And the printer prints in very, very fine layers and builds the piece up layer after layer. So there are probably thousands of layers, and it takes many, many hours to build the piece. Ooh. And once it's built, it can then be coated and decorated. But the idea with this piece is that you can scan this object with your smartphone, a barcode reader, and it then links to my website where I can tell a story. And we are at the fair where you have sometimes pieces of $5 or $10 million, but exactly. Well, mine are more a little bit less, a lot more modest. And what range, really? Between sort of five and fifteen thousand, not million. Much more modest. Much more modest. Yes, those prices reflect the time it takes at the computer learning how to create objects like this with software and hardware that were not designed for making objects like this. So each time I start a new piece, I'm having to work out new ways to use the technology. I see. And bring my previous experience to it. And how are the reactions? Oh, the reactions are good. People are really fascinated, because I try to seduce the viewer by creating objects that look familiar. You know, they look like a Wedgwood vase, but then what's this all about? You know, what's this decoration? Where does this come from? How was it made? So people are very interested to ask the questions and engage with these pieces. Rond TFAB Maastricht, die in het MEC beursgebouw wordt georganiseerd, lopen een heel aantal bijzondere tentoonstellingen. En de grootste daarvan is de grote verandering, een belangrijke Russische expositie in het Bonnefante Museum. Vrouwen speelden een hele grote rol in de Russische kunst in het begin van de 20e eeuw. Je had in Rusland al in de 19e eeuw een hele actieve vrouwenemancipatiebeweging. Toen gingen er ook al veel vrouwen studeren. En
eigenlijk de dochters van die geëmancipeerde vrouwen, die beginnen zich ineens ook als kunstenaars te manifesteren. En wat een echt mannenbolwerk natuurlijk altijd is geweest. En misschien wel juist omdat die vrouwen geen directe voorbeelden hadden in de 19e eeuw, zie je dat die zich altijd direct heel revolutionair eigenlijk opstellen. Omdat ze ja, nieuwelingen zijn in de kunstwereld. En daarom zijn die ook in deze tentoonstelling, waar het gaat juist over innovatie en vernieuwing en revolutie, zijn die vrouwen zo zichtbaar. Onder andere bijvoorbeeld het werk van Rosa Nova, dat we hier zien staan. En het lijkt me typisch dat het meest radicale werk van de hele tentoonstelling gemaakt is door een vrouw. Zij werkte samen met Malevich en ze waren echt als gelijkwaardig bezig met het ontwikkelen van het zogenaamde suprematisme. En dat is een fantastisch voorbeeld volgens mij van die rol die vrouwen hebben gespeeld. Het was eigenlijk dus de Pussy Riot avant la lettre. Ja, dat zou je heel goed kunnen zien eigenlijk. Ze waren provocatief, ze waren zeer aanwezig. Veel vrouwen die gingen ook bijvoorbeeld met beschilderde gezichten over straat om zichzelf als kunstenaar te manifesteren. Dus het was een beweging die niet alleen in de schilderkunst, maar ook in het maatschappelijk leven provocatief was. In zekere zin zoals de vrouwen van Pussy Riot. We zien hier een schilderij van Robert Falk, een liggend naakt. En je ziet dit soort schilderijen eigenlijk pas verschijnen vanaf 1907 in Rusland, omdat dan de censuur wordt afgeschaft. En je had in Rusland een hele strenge censuur in de hele 19e eeuw, zelfs het begin van de 20e eeuw. In 1907 werd het voor het eerst afgeschaft. En je ziet ook dat er dan in schilderkunst ineens allerlei nieuwe onderwerpen mogelijk worden, onder andere dus naakten. En we hebben in deze tentoonstelling een aantal van dat soort naakten, ook omdat deze kunstenaarsgroepen, die waren geïnteresseerd om de kunst te veranderen, maar ze wilden eigenlijk ook de manier van het samenleven veranderen. En ze hadden allerlei nieuwe ideeën over hoe die samenleving eruit moest zien. Andere ideeën bijvoorbeeld over seksualiteit, over het lichaam. En die zie je in die schilderijen terugkeren. Dus het is niet alleen maar een technische probeersel om een naakt vrouwenlichaam te schilderen. Het tekent ook een nieuwe blik op het menselijk lichaam en hoe je daarmee mee om kunt gaan. En we zien hier dus een zeer ontspannen naakt liggen die prachtig is neergezet. In een soort Cézanneske stijl. Die kunstenaar die is veel in Frankrijk geweest, heeft veel naar Cézanne gekeken. Cézanne was een van de grote voorbeelden voor een aantal van deze kunstenaars. En hij heeft het op een fantastische manier opgepakt. Maar hij heeft met die Cézanneske stijl iets gedaan wat Cézanne zelf nooit zou doen. Namelijk zo'n voluptueus naakt schilderen. Dat zie je Cézanne niet doen. Daar is die Cézanne veel te geserreerd en veel te rustig voor, zou je kunnen zeggen. En dat is dan interessant dat zo'n kunstenaar dat Cézanneske doet. Dan doet hij ongelooflijk goed. Ik bedoel, de kwaliteit van het schilderij is geweldig. En dan daar zo'n ontzettend aantrekkelijk naakt neer te zetten. Schilderij van Vasily Kandinsky, een van de grote namen van de Russische avant-garde. En dit is een van zijn eerste grote abstracte schilderijen. Kandinsky is de vader van het abstracte schilderen überhaupt in de hele wereld. En hij was onderdeel van een grote groep Russische kunstenaars die op zoek waren naar een steeds verdere ontwikkeling in het schilderkunstige. Van hoe kunnen we eigenlijk de onderdelen van schilderkunst, kleur, lijn, vorm, hoe kunnen we die emanciperen, hoe kunnen we die vrijmaken van het onderwerp. Ze vonden dat onderwerp steeds minder belangrijk. En op een goed moment leidde dat tot wat zij zelf noemde onderwerpsloze kunst. Bies predmetne iskustvo. En daar is dit een fantastisch voorbeeld van. Een ongelooflijk goed schilderij van Kandinsky, waarin die kleurenpracht en ook trouwens je vormenpracht helemaal naar voren komt. En je ziet bijna Kandinsky werken in dit schilderij. Het ging heel, als een improvisatie werd die schilderij opgezet. Vrij langzaam, er werd lang aan gewerkt. Maar het ging echt op een geïmproviseerde manier, ontstonden al die verschillende vormen en kleuren. En zoveel jaren later, bijna 100 jaar oud is dit schilderij, is het nog altijd een uitbarsting, een feest van kleur. En dit blijft de aandacht trekken. Dat is zo ongelooflijk knap hiervan. This is a painting that is of great importance to Holland, to the Netherlands, because it's one of the most famous masterpieces by the most important early Dutch artist, Jan Mostart. And
It's an incredibly well-known painting of his, and it's widely regarded as one of his masterpieces. So it's only natural that Dutch museums would be desperate to have this picture and keep it here in Holland. And it was, for a time, on display in the Frans Hals Museum. But realistically, a picture of this importance and price is only really within the reach, financially, of the Rijksmuseum. So the logical option for a Dutch museum to retain it would be if the Rijksmuseum buys it, which is still a possibility. And obviously, for us, it's something we would be very, very pleased to see it end up in the Rijksmuseum. But as it is traditionally held to be the earliest known painting of the Americas, and probably one of the very few contemporary paintings by a known artist of sort of conquistadors and the invasion of the New World. As a historic document, it also has a great significance to America, North and South. And obviously, there are a number of museums in America that therefore are considering it, as well as a number of private collectors who in North and South America who consider it as an important piece of patrimony for the New World. Yeah. I think the interest in the picture for the Rijksmuseum and the Dutch is very different than it would be for the Americans, because the subject is of less significance to people here in the Netherlands. And how does it work? Because I read that the Rijksmuseum had an option for a few days. The situation is complicated, but obviously the owners and we were very keen to try to help the Rijksmuseum have an advantage to buy the picture. So they were advanced, had advanced warning and had a chance to be more prepared. I understood that even the price is, let's say, the $14 million, but I read that analysts say, well, that's really worth the painting. The value of a unique object is really priceless. And if it was still in the museum, and it would never be for sale, and people could guess what it might go for, but you never know. But the fact is that in the reality of the market, the price of a picture is what someone will pay for it, but also what someone will sell it for. And our job is to try and work out what the correct market value is. And for a unique object, that's very, very difficult. How do you price this? It's very difficult, but we feel that this is absolutely the fair and justified and correct price level. And I think you can't look at the oeuvre of Mostart, because the last time we had a Mostart, the Rijksmuseum bought it, and that was maybe 10 years ago. And I should think now it's worth 10 times what they paid. Ja, je ziet tijdens Stefaf dat een aantal ondernemers in de stad daarop inhaakt met allerlei speciale activiteiten. Dat doen jullie hier ook als juwelier? Dat doen wij als juwelier ook, omdat wij die weken toch uitermate geschikt vinden om iets bijzonders te laten zien. Omdat natuurlijk het publiek wat dan Maastricht bezoekt toch weer wat gevarieerder is en internationaler is als anders. En wij hebben de gelegenheid aangegrepen om deze zaak, onze tweede zaak in Maastricht, eigenlijk helemaal in het teken van Pomelato te zetten. Een Milanese team heeft onze zaak omgetoverd in een Pomelato boutique voor 2 weken. Kun je zeggen dat dit de 2 meest internationale weken van Maastricht zijn? Ja, zonder meer. Zonder meer. Het is een zondagopening speciaal voor TFAF. Heeft dat zin? Merkt u dat? Nou, zeer zeker. Zeer zeker. Het is buiten het commerciële denk ik ook dat het een stukje verplichting is. Een stukje courtesy naar de bezoekers die we op dit moment hier krijgen. Dat we ze ook op de zondag in de gelegenheid stellen om onze producten te bekijken. En ook graag aan te schaffen als dat aan de orde is. Ja. Ja.
Want mij lijkt dat hetgeen u verkoopt ook wel aansluit bij het publiek dat naar Tefaf komt. Dus ook mensen van buiten het land. Ja, zeer zeker, absoluut ja. We hebben geen uitgesproken modische producten. Onze insteek is kwaliteit. En liefste kwaliteit hoogst mogelijk. En dat houdt in dat je met traditionele merken, met wat klassiekere merken werkt. Waar eigenlijk hun eigen stijl een eigen mode is gaan leiden. En dat is een aspect, kwaliteit met die stijl, wat het grote publiek van de Tefaf erg aanspreekt. Ja. Ja. En dat is inderdaad internationaal. Ja. Hebben ze wel tijd om nog even naar de stad te komen? Want al het moois dat op de beurs zelf te zien is. Ja. Of is dat 's morgens gauw voordat de beurs open gaat? Ligt er een beetje aan. De laatste jaren merken we dat we ook onder de exposanten een beetje bekendheid beginnen te krijgen. En die proberen dan het nodige voor de openingsuren nog even aan te schaffen. En mocht dat voor de klok van 9 uur zijn, passen we ons daar graag aan. Ze geven een telefoontje en dan wordt dat verzorgd. Qua publiek zijn het dan mensen uit allerlei landen die je binnenkrijgen? Absoluut, dat is ongelooflijk. Dat is uit oostwaarts, westwaarts, zuidwaarts. De noordelijke landen misschien iets minder. Eskimo's hebben we nog niet binnen gehad.